Today, I want to show you from the Bible how you can have a 100% pure mind. En vandaag wil ik uit de Bijbel laten zien hoe een 100% pure gedachtegang kan hebben. 100% pure mind. 100% puur verstand. It is very important. Het is heel erg belangrijk. As children of God, als kinderen van God. That we understand. Dat wij begrijpen. That Jesus, dat Jezus. Did not have polluted mind. Niet een verdorven verstand had. Hallelujah. So if Jesus did not have a polluted mind. Dus als Jezus geen bedorven verstand had. God expect us to operate the same. Dan verwacht God dat wij ook daarin wandelen. Halleluja. We have been dealing with on spiritual warfare for some time now. En we hebben al enige tijd gehad over geestelijke oorlogsvoering. And the Lord taught us in this house. En de Heer heeft ons geleerd in dit huis. When you are facing a problem, dat wanneer u een probleem tegenkomt. That is manifesting in the physical. Die zich manifesteert in het natuurlijke. That is really not the cause of that problem. Dat is namelijk niet de oorzaak van het probleem. The Lord taught us that every problem has a root cause. Want de Heer heeft ons geleerd dat elke situatie een oorzaak heeft, een wortel. Most of the time we focus on the surface. En heel vaak zijn we alleen maar bezig op de oppervlakte. Is somebody getting this? Hoort iemand dat? Now I don't know why you people in church love to spread out. Shift to the front. Occupy, feel the chairs. Let me feel the warmness of the house. It's very important. Don't spread out. En ik vind het heel belangrijk dat we allemaal shift, bij elkaar shift zitten. To the front. Kom naar voren zitten. Shift to the front. Kom naar voren. Laten we bij elkaar It's zitten. Your father's house. Het is toch uw vaders huis. Yes, beautiful sister Rebecca, shift to the front. Everybody just shift to the front. It's your father's house. Het is uw vaders huis. Don't always desire sitting at the back. En u moet niet verlangen om achterin te zitten. I learned something when I was going to school. En ik leerde iets terwijl ik naar school ging. I always love to sit at the front. Ik hield er altijd van om vooraan te zitten. Express. Because I didn't want to be distracted. Want ik wilde niet afgeleid raken. And I also learned, en ik heb ook geleerd. Most people that sit at the back, dat de meeste mensen die achterin zitten. In school. Op school. They were the people causing problems. Zij waren degene die altijd voor problemen zorgden. They did not come to learn. Ze kwamen niet om te leren. And I noticed people sitting in the middle. En mensen die in het midden zitten. They can easily fidget. Ze kunnen makkelijk afgeleid worden. They can easily talk with one another. Ze kunnen makkelijk met elkaar praten. En makkelijk zijn ze afgeleid. So I always choose. Dus ik kies altijd to sit at the front. Om vooraan te zitten. Because my most important moment was when I was listening to my teacher. Want mijn meest belangrijke moment is juist wanneer ik naar mijn leraar luister. For me, notes do not matter. Want de notities maakten niet uit. Because I have my textbook. Want ik heb ook mijn textbook. But when he's talking, wanneer hij praat, I followed him. Dan volgde ik hem. And he said, note this. En vooral als hij zegt, hier moet je markeringen zetten. Dus zo ben ik getraind. That's why the Lord has helped me in such a way that I can know when the Holy Spirit, by His grace, when He's really telling me, stop and watch this. This is important. Hallelujah. En daarom kan ik weten wanneer de Heilige Geest iets zegt van, luister je naar, het is erg belangrijk. Because what you are about to learn today. Want wat u vandaag gaat leren van. You will teach somebody. Gaat u ook iemand. In short, the whole world needs this message. Want de hele wereld heeft deze boodschap nodig. And you see. En u ziet. As a prayer warrior. Als een gebedstrijder. Somebody that loves to pray. Iemand die van bidden houdt. If you don't have this characteristic in your life. Als you are in for a defeat. Karaktereigenschappen niet heeft, dan bent u gewoon in voor verslagenheid, voor verlies. You are just in for a defeat. Dan bent u gewoon in voor verslagenheid. That's why you must listen very good. Daarom moet u goed luisteren. So, we spoke about a tree. Dus we hebben het over een boom. That produces fruits. Die vruchten oplevert. We found out that the fruits only came as a result of what happened in the root. How many of you remember all that?
En die vruchten komen alleen maar voort vanwege de wortels. Halleluja. So we found out that in every situation that we deal with, we have the surface and we have the root. En in elke situatie waar we in zitten, hebben we de oppervlakte en we hebben de wortels. And we discovered that in the root. En we hebben ontdekt dat in de wortels. The Bible says. De Bijbel zegt. For we wrestle not against flesh and blood. Want we vechten niet tegen vlees en bloed. So we come across Ephesians 6:12. En dan komen we langs Ephesians 6 vers 12. So you see that that is the root of the problem. En dat is dus de wortel, de oorzaak van het probleem. And we found out that every battle takes place in a battlefield. En elke strijd vindt plaats op een strijdveld. We found out that the mind and the heart. En we hebben ontdekt dat het strijdveld is in ons verstand en in ons hart. So we have learned many beautiful things. Dus we hebben heel veel mooie dingen geleerd. We learned a lot of things. We hebben veel dingen geleerd. Today, vandaag. I want to start. Wil ik starten. By showing you from the word of God. Door u te laten zien door het woord van God. That God is calling us to have a 100% sound, well, disciplined and pure mind. Dat God ons geroepen heeft om een gezond, gedisciplineerd, getuchtigd, onder controle gedachtegang te hebben. De duivel has lied to many people. Heeft tot vele mensen gelogen. And has made them feel. En heeft ze laten voelen. They cannot control their thoughts. Dat ze hun gedachten niet kunnen controleren. And their desires. En hun verlangens. The temptation to do evil. Het verleidingen om slecht te doen. Sometimes you hear Christians say it is too much. I cannot bear it anymore. Soms zeggen christenen het is te veel. Het wordt me te veel. Ik kan het niet meer aan. How many of you have heard that? Wie van u heeft dat gehoord? It is too much. Het is te veel. You don't understand, brother. U begrijpt het niet. And you don't understand, sister. En u begrijpt het niet, zuster. Well, I don't want to understand. I want to understand what the Bible says. Nou, ik wil het ook niet begrijpen. Ik wil gewoon begrijpen wat de Bijbel zegt. Is somebody getting me? Hoort iemand dat? It is very important. Het is heel erg belangrijk. As children of God. Als kinderen van God. Most of the time. Dat heel. The reason why we act the way we act is because of ignorance. De reden waarom we handelen hoe we handelen is vanwege onwetendheid. And whenever you don't have the right information. En wanneer je dan niet de juiste informatie whenever hebt. Whenever you don't have knowledge. Wanneer je dan geen kennis hebt. The next thing that you face is confusion. Wat je dan tegenkomt is dan verwarring. I will take it one more time. En ik zal het nog een keer zeggen. Whenever you are ignorant. Wanneer je ontwetend bent. And whenever you lack knowledge. En wanneer je kennis ontbreekt. Ignorance means you lack the right information. Ontwetendheid is dat je de juiste informatie mist. About a particular situation. Over een bepaalde situatie. And you don't have knowledge in that thing. En je hebt geen kennis daarin. What happened? Wat gebeurt er dan? You will be confused. U wordt verwaard. And that is the target of the devil. En dat is ook wat de duivel precies wil. Now you should understand one thing. En u moet nu één ding weten. De duivel. Kan nooit. Write it down. Schrijf het op. Make you do anything against your own will. De duivel kan u iets niet laten doen tegen uw eigen wil in. The devil cannot just cause you to think impure thoughts. En de duivel kunt u niet onreine gedachten laten denken. He cannot. Dat kan hij niet. He doesn't have the power to do that. Hij heeft de kracht niet om dat te kunnen doen. He doesn't have the authority to do that. Hij heeft die autoriteit ook niet. God did not give him the power to do that. God heeft hem daarvoor niet de kracht gegeven om dat te doen. When God created you. Toen God u creëerde. He gave you power over your own will. Heeft hij u kracht gegeven over uw eigen wil. The devil doesn't have that power. De duivel heeft die kracht namelijk. All what he can do is to tempt you. Het enige wat hij kan doen is u verleiden. But he doesn't have the power to make you do. Maar hij heeft u niet de kracht om u te laten doen. Are you getting this? Hoort u dat? It is very important that we understand this. En het is heel belangrijk dat we dit weten. In Romans 6 vers 13. In Romeinen 6 vers 13. I watched a documentary. Ik heb een documentaire bekeken. And I was very proud of this pastor. En ik was heel erg trots op deze voorganger. He was talking to a homosexual pastor. En hij sprak tot een homoseksuele pastor. So they both of them came online. En ze kwamen dus allebei op de televisie. And the homosexual pastor said,
en de homoseksuele voorganger zijn. I cannot control myself being a homosexual. Ik kan mezelf niet controleren om homoseksueel te zijn. The pastor says a lie. You choose to have sex with a man. It's a choice. En de pastor confronteerde hem en zei, dat is een leugen. Want u kiest ervoor om seks te hebben met een man. So the Jesus that you are calling Jesus. En de Jezus die u Jezus noemt. Zegt in Matthew 19. Zij in Matthäus 19. God created a woman for a man, not for man for man. Hij heeft een vrouw geschapen voor de man en niet een man voor een man. And then the homosexual said, en toen zei de homoseksueel. It's a bad. Times are changing. Hij zei ja, maar de tijden veranderen. God is still giving new ideas. God geeft nog steeds nieuwe ideeën. And the pastor said, en de pastor zei. God is not a man. God is niet de mens. That he changes his mind. Dat hij zijn gedachten verandert. Hij heeft al zijn plan aangeschreven. Maar jij hebt een beslissing om te kiezen. Of je hem wilt dienen of dat je de duivel wilt dienen. En ik geloof. That is what is missing in the church. Dat is wat ontbreekt in de kerk. We always blame God. We geven God altijd maar de schuld. We blame people. We geven mensen de schuld. We are always looking for somebody to put our problems on. Why we do what we do. We zoeken altijd maar iemand, een zondebok, om altijd maar de problemen op af te schrijven. Maar het is een leugen. Because God has given you power. Want God heeft u kracht gegeven. He gave you authority. Hij heeft u autoriteit over gegeven. Your will. Over uw wil. The devil doesn't have that power and authority over your will. De duivel heeft niet die kracht en die autoriteit over uw wil. He does it. Dat heeft hij niet. He will never have it. En dat zal hij ook niet hebben. Until you give it to him. Totdat u het zelf overgeeft. Is somebody getting this? I believe all the excuses in church should stop. Begrijpt u dat? Want al die smoesjes en die excuses die we geven, moeten ophouden in de kerk. And we start asking ourselves, why do I act in a certain way? En we moeten onszelf afvragen, waarom gedraag ik me zo? Why do I do things in a certain way? Waarom doe ik deze dingen? Why do I keep on finding myself in a certain place? Waarom bevind ik mezelf elke keer in dezelfde plaats? Is this what God wants for me? Is dit wat God wil voor mij? Is this his design for my life? Is dit zijn ontwerp voor mijn leven? I have news for you. Dan heb ik een nieuws voor u. God has a plan for you. God heeft een plan voor uw leven. Has a plan maar de duivel heeft die ook. God has an objective for your life. God heeft een onderwerp voor uw leven. The devil also have an objective for your life. Maar de duivel heeft zijn eigen onderwerp. It is who you choose to serve. Het is wie u kiest om te dienen. That is what counts at the end of the day. Dat is wat aan het einde van de dag telt. Is somebody getting me? Hoort iemand dat? It's not about the devil make me do. No, the devil cannot make you do anything. En het is niet van ja, de duivel die laat me dit doen. Nee, de duivel doet helemaal niets. He doesn't have that power. Want die kracht heeft hij helemaal niet. He has been defeated. Hij is al verslagen. Jesus defeated him. Jezus heeft hem verslagen. Took the keys. Nam de sleutels. Take the victory. Nam de overwinning. Give it to you. En hij gaf het aan u. He doesn't have the power. Hij heeft die kracht niet. And even without defeat. En zelfs zonder die verslagenheid. Zelfs al was hij niet, had hij die verloren. Had hij die kracht nog steeds niet. Adam sin out of his own choice. Want Adam had gezondigd uit zijn eigen keus. Is somebody getting me? Hoort iemand dat? Every human being is created with his own will. Elk mens is geschapen met zijn eigen wil. That's why Romans 6 verse 13 says. Daarom zegt Romeinen 6 vers 13. That death for me. Laten we daar naartoe gaan. Let's start there. En ik weet niet of ik dat wel, of ik dit echt kan afhandelen vandaag. Because the last place that I want to touch today is how to strengthen your mind. En het laatste gedeelte wat ik echt wil raken vandaag is hoe u uw gedachtegang kan bekrachtigen. Uw verstand kan bekrachtigen. But I don't even know what I will get there today. Maar ik weet niet of ik daar kan komen vandaag. Romans 6 vers 13. En laten we naar Romeinen 6 vers 13 gaan. Somebody read it for me fast. We are in a teaching class. Why am I taking my time for this? Because, you know, we are prayer warriors. The first place that the enemy sets you up for defeat is your spirit and your mind. Once you take over your mind, you become a passive Christian. You become spiritually insensitive.
you become spiritually inactive. You begin to faint. You begin to give up. You begin to give in. You begin to give up to everything. You begin to desire things that you could not desire. You always feel weak. But once you get to that place, the devil is in charge. And I'll tell you how to stop that today in the name of Jesus. En wat het probleem is met ons christenen, is dat wanneer de duivel grip heeft over onze gedachtegang en over onze geest, dan geven we toe, dan worden we een passieve christen. En dan zijn we zwak en we kunnen niet verder. Maar dat is niet wat God wil en het moet stoppen vanaf vandaag. So when any little thing happened, dus als er iets kleins gebeurt, you find yourself in your weak point. Dan ben je opeens in je zwakte plek. Be careful. Moet je heel voorzichtig zijn. It's a dangerous place. Dat is een heel gevaarlijke plek. It's a dangerous place. Het is een gevaarlijke plek. I know what I'm talking about. Ik weet waar ik het over heb. Look at it. Kijk ernaar. Romans. Romeinen 6 vers 13. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to him as instruments of righteousness. Jelisa, you have Dutch Bible, right? Yeah. Read it for me, please. Stel geen enkel deel van je lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van jezelf een werktuig voor God, omdat je met Christus of zo bent, om niet met hem te leven. Je bent immers dood geweest en weer levend. Hallelujah. Do not continue offering or yielding your bodily members and faculties to sin as instrument, tools of wickedness. So you can use yourself as a tool of wickedness and you can also use yourself as a tool of blessing. En je kunt jezelf dus gebruiken als instrument van rechtvaardigheid, maar ook van slechtheid. But offer, why would God tell you this? Maar waarom zal God dit zeggen? Because he gave you a will. Dat u uzelf moet offeren. That will is the image of God. Omdat hij uw wil heeft gegeven. En dat is die gelijkenis van God. That is the characteristic of God. Dat is die karaktereigenschap van God. The ability to make your own choice. Het vermogen om een eigen keuze te maken. God cannot do that for you. God kan dat niet voor u doen. All these people that are saying, God, take this cigarette out of me. Take this snuff out of me. Take so and so out of me. It's not going to take nothing. Pray that from Monday to Sunday, you will not take nothing. I say you will not take nothing. You can lie on the ground and scream, you will not take nothing. Until you come to a place to say, I'm done with this. Then the power of the Holy Ghost will come upon that. En al die mensen die maar uitschreeuwen van, ja heren, haal deze sigaret van me weg. Haal dit van me weg. Doe dit, doe zus, doe zo. Nee, en je kan van maandag tot en met zondag schreeuwen. En je kan op de grond gaan liggen en rollen en al dat soort dingen. Maar hij gaat helemaal niets doen. Hij gaat niets doen. Totdat u zelf heeft besloten, ik ben hier helemaal klaar mee. Because that thing, want dat ding has gotten no power over you. Heeft helemaal geen kracht over u. God has given you power over that thing. God heeft u de kracht gegeven over dat ding. Is somebody getting this? Hoort iemand dat? So, you see something that is happening. Dus je ziet iets wat daar gebeurt. It says, en het zegt, but offer and heal yourself to God as though you have been raised from the dead to perpetual life, and your bodily members and faculties to God, presenting them as implements of righteousness. Presenting them. So it is your choice. Dus het is uw keus. It is your choice. Het is uw keus. Now God will never ask you to do anything that he himself has not given you the power and ability to do it. En God gaat u niet iets vragen om te doen als hij u niet het kunnen en vermogen heeft gegeven om het te kunnen doen. God will not come to me and say, jump. En God gaat niet tegen mij zeggen, spring. If he has not given me the grace to jump. Als hij me niet de genade heeft gegeven om te springen. That's why verse 14. Daarom vers 14. Say something. Zegt iets. What did he say? For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Do you see it? Grace is God's given ability. En genade is God gegeven kunnen. Given to us. Aan ons gegeven. To live a Christian life. Om een christelijk leven te kunnen leven. Grace
genade is God's giving ability. Is Gods gegeven kunnen. Give it to us. Aan ons gegeven. The children of God. De kinderen van God. To live a Christian life. Om een christelijk leven te leiden. So there is no excuse. Dus er is geen excuus. It's a choice. Het is een keus. Because he did not just say, don't heal your members, I'm leaving you alone. Want hij gaat u niet de opdracht geven om te zeggen dat u uw ledematen, uw lichaamsdelen aan hem moet offeren en dan laat hij u gewoon alleen. He gave you the power. Nee, hij heeft u de kracht gegeven. He gave you the grace. Hij heeft u de genade gegeven. It's the same thing with the thoughts that are coming to your mind. Is hetzelfde als die gedachtegangen die naar uw verstand komen. Every thought that is coming in our mind. Elke gedachte die komt in ons verstand. Every kind of thought. Wat voor gedachtegang dan ook. Can be brought under control. Kan onder controle worden gebracht. It's a choice. Het is een keuze. What do you want to think about? En waar wilt u nou aan denken? It is a choice. Tell somebody it's a choice. Zeg tegen iemand het is een keuze. The devil always wants you to think you are helpless, but you are not. De duivel wilt u altijd doen denken van u bent hulpeloos, maar dat bent u helemaal niet. And when you don't have a sound mind, en wanneer u niet een gezond verstand heeft, you cannot pray. Dan kunt u helemaal niet bidden. Nobody can. Dat kan niemand. Are you getting it? If you are not having a sound mind, you are having a self-conscious mind. Als u niet een gedachtegang hebt die gezond is, dan heeft u een gedachtegang die alleen maar aan zichzelf denkt. You are ruled by your feelings. En u wordt helemaal geregeerd door uw emoties. Whenever you are ruled by your feelings. En wanneer u geregeerd wordt door uw emoties. You are conscious of you. Dan bent u alleen maar bewust van uzelf. But when you are ruled by God. Maar wanneer u geregeerd wordt door God. You are controlled by faith. Dan wordt u gecontroleerd door geloof. Are you getting this? Hoort u dat? Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? It is very important. Het is heel erg belangrijk. That we start understanding these little things. Dat we deze kleine dingen beginnen te begrijpen. So you have to heal. Dus u moet weten hoe u zich moet overgeven. And make a decision. En een beslissing maken. You determine within yourself. En u bent vast besloten in uzelf. To do something. Om iets te doen. Before the thing manifests. Voordat het zich manifesteert. You see, you didn't just pick the cigarette. Kijk, u heeft niet zomaar een sigaret opgepakt. Of u bent niet zomaar seks gaan doen. It was a premeditated something. Het was om de voorbedachte raden. Even when that guy start touching. Zelfs toen die gast u begon te betasten. You could sense something is about to happen. Kon u ook wel bedenken van ja, er gaat nu iets gebeuren. Give it to me. Maar u heeft uzelf daaraan it's overgegeven. Plan of the will. U heeft daar over nagedacht. U heeft daar voorbedachte gedachten over gehad. You choose to heal. U heeft ervoor gekozen om u daaraan over te geven. It's a choice. Het is een keuze. That is what we don't say in church, but it's true. En dat zeggen we niet in de kerk, maar dat is wel de waarheid. And to deal with the devil. En om met de duivel af te handelen. You must understand that the devil knows when you surrender to him. Dan moet u weten dat de duivel weet wanneer u zichzelf over aan hem geeft. He doesn't know what you are thinking. Hij weet helemaal niet wat u denkt. But he can know. Maar hij kan weten. What is happening to you. Wat er met je gebeurt. Through your actions. Door de manier hoe je gedraagt en handelt. Because your actions. Want uw handelingen say what is going on within you. Zeg wat er met u gaande is van binnen. He can tempt you. Hij kan u verleiden. But he doesn't have power to control your will to heal to the temptation. Maar hij heeft niet de macht om u over uw wil te regeren, zodat u aan die verleiding toegeeft. This was one of the secrets of Jesus. En dit was één van de geheimen van Jezus. It is not about the temptation. Het gaat niet om de verleiding. It's about you yielding to it or not. Het gaat erom of u eraan toegeeft of niet. Because our life, trials will always come. Want uw leven zal vol verleidingen en verzoekingen zijn. Temptations will come. En ze komen nou eenmaal. They don't come from God. En ze komen niet van God. Now people say God was tempting me. God is not going about tempting people. En God is helemaal niet iemand die mensen verzoekt. He doesn't do that. Dat doet hij helemaal niet.
And he will never do that. En dat gaat hij ook niet doen. The devil is the one that tempts people. De duivel is degene die mensen verzoekt. So it is your choice. Dus het is je keuze. To yield to him. Om aan hem over te geven. And when you yield to him. En wanneer je aan hem overgeeft, you begin to see the manifestation. Dan gaat hij manifestaties zien. Of what you yield to. Al naar aan wat u heeft overgegeven. So one of the things that you should know. Dus een van de dingen die u moet weten. Satan has no power over your mind. Satan heeft geen macht over uw verstand. That's why the Bible says, resist him. Daarom zegt de Bijbel, weersta hem. It said, resist the devil. Weersta de duivel. But before the Bible said, resist the devil. Maar voordat u de duivel kan weerstaan, zoals de Bijbel aangeeft. The Bible first of all said, yield to God. Zegt de Bijbel eerst dat u zich moet onderwerpen aan God. Open to the book of James 4. Laten we lezen, Jacobus 4. So before you can resist Satan. Dus voordat u Satan kan weerstaan. In your mind. In uw verstand. You must. Moet u. First of all. Eerst. Yield to God. Uzelf overgeven aan God. You cannot be walking in rebellion and you are binding the devil. U kunt niet in rebellie wandelen en dan denken dat u er ook nog de duivel kan gaan bestraffen. You cannot be submitting to God and you are telling Satan to leave you alone. En u kunt, als u zich niet onderwerpt aan God, dan kunt u niet tegen de duivel zeggen, ja, laat me met rust. Because Satan knows he himself is rebellious. Want Satan weet zelf ook dat hij zelf ook rebels is. And he identifies with rebels. En hij identificeert zich juist met rebelse mensen. He doesn't submit to God. Hij onderwerpt zich niet aan God. So you cannot be walking in rebellion and you are resisting the devil. It will never happen. Dus u kunt niet in rebellie wandelen en denken dat u de duivel kunt weerstaan. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dat? So it is very important. Dus het is heel erg belangrijk. For us to understand. Voor ons om te begrijpen. The first place in having a sound mind. Dat de eerste stap is in een eerste plaats moet hebben als je een gezond verstand wilt hebben. It starts with your will. Het begint met uw wil. God himself cannot do nothing with your will. Write that down. God kan niets doen met uw wil. Schrijf het op. He cannot. Dat kan hij niet. He has given it to you. Hij heeft het aan u gegeven. For a reason. Voor een reden. Your will is something that God gave to you. En uw wil is iets wat God aan u heeft gegeven. It's not under the authority of Satan. Het is niet onder de autoriteit van Satan. You are the one that has power over that. U bent degene die daar kracht op heeft. And God cannot make you do anything. En God kan u dan niets laten doen. He cannot make you do anything. En hij kan u niets laten doen. God cannot make you do anything. God kan niet iets laten doen. God cannot force you to do anything that you cannot do. God kan u niet forceren iets te doen wat u niet kan doen. God is love. God is liefde. God is not a manipulator. God is niet een manipulator. And that is one thing that we have to understand. En dat is iets wat we moeten begrijpen. So sometimes I hear the children of God say, soms horen de kinderen van God zeggen. Well, if God is there, let him come to me and make me do this. Als God daar is, laat hem tot mij komen en mij iets laten doen. It's a lie. Dat is een leugen. He will never make you stop smoking cigarettes. Hij zal u nooit laten stoppen om te stoppen met roken. You have to choose to stop. U moet een keuze maken om te stoppen. He will not tell you to stop being with Tommy. Hij gaat u ook niet zeggen om de relatie te stoppen met Tommy. He will tell you that being with Tommy is wrong. Hij gaat u wel zeggen, de relatie met Tommy is verkeerd. The moment you choose to obey, op het moment wanneer u kiest te gehoorzamen, gives you the power for that thing. Geeft hij u de kracht om voor dat ding om te breken. And only God knows that from your mind. En alleen God weet dat u uw gedachten heeft opgemaakt door Because hem te gehoorzamen. You can make up your mind. Want u kan uzelf opmaken om hem te gehoorzamen. To serve God. Om God te dienen. And you can make up that same very mind to serve the devil. En op hetzelfde moment kan je er ook voor kiezen om duivel te dienen.
Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? You can make up your mind to serve God. U kan de keuze maken om God te dienen. But you can also make up your mind to serve the devil. Maar u kan ook de keuze maken om de duivel te dienen. So the extent to which. Dus de reikwijdte tot de keuze die u maakt. Which you allow Satan in your life. Tot waar u Satan toelaat in uw leven. That is the degree in which he controls your mind. Dat is de graad waartoe hij uw gedachten controleert. So the degree in which. Dus de graad tot waar hij u. You allow the devil. Dat u hem toestaat. Is the same measure in which he controls you. Dat is dezelfde mate met wat hij u controleert. So if you resist the devil. Dus als u de duivel weerstaat. In your mind. In uw gedachten. If you resist it. Als u hem weerstaat, he will not have power over your mind. Zal hij geen kracht hebben over uw gedachten. Halleluja. Halleluja. That's why the Bible says in Ephesians 6, in Ephesians 4, verse 27. Somebody get there for me. Daarom zegt de Bijbel in Ephesians 4, vers 27. Ephesians 4, verse 27. What did the Bible say? Ephesians 4. Vers 27, wat zegt de Bijbel dan? Remember, I'm just laying foundations. Let op, ik ben nu alleen nog maar een fundament aan het leggen. It is very important that you understand this. I did not go to where I'm going yet. Het is heel belangrijk dat u dit begrijpt. Ik ben nog niet eens gekomen waar ik naartoe moet gaan. What did the Bible say? Wat zegt de Bijbel? Efesiërs 4, vers 27. And do not give the devil a foothold. Give no place to the devil. Geef geen plaats aan de duivel. Now God will not ask you to do anything that he hasn't given you the power and ability to do it. God gaat u niet een opdracht geven om iets te doen waar hij u niet de kracht toe heeft gegeven. Verse 26 start by talking about anger. Read it for me. Vers 26. Daar praat de Bijbel over. The same text, Ephesians. Don't look at the translator. I mean Ephesians. See, Ephesians 4, verse 26. Everybody read your Bible. It's in your Bible. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And verse 27. And do not give the devil a foothold. Do not give the devil in your anger. Don't sin. So God knows, even though you can be angry, you cannot still sin because there is a holy anger and there is a carnal anger. Dus er is een heilige boosheid, maar er is ook een vleeslijke boosheid. Dus God weet dat je boos kan worden, maar zelfs in je boosheid moet je niet zondigen. You don't sin. And God also expects that you don't keep things in your heart the whole day. Because he has given you the power and ability to say, you talk out, I must have my peace. But some people take things that happen in their life, day one, day two, day three, day four, day five, day six. And you think you are doing a person a favor because you are holding the thing against him. You are destroying yourself. Because that thing in you, that thought in you, is ruling over your mind, is ruling over your spirit, is about to cause you to be weary. And at the moment you are weary, the devil is about to destroy you. Dus God wil nu dat u boosheid de hele dag met uw been neemt. Dus dat u ermee gaat slapen. Want sommige mensen houden het vast. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4. En ze denken dat ze die persoon op wie ze boos zijn iets doen. Maar dat is helemaal niet waar. Want ze vernietigen hunzelf op deze manier. That's why God expects. Daarom verwacht God. The moment. Het moment. That you get thoughts. Dat u gedachten krijgt. In your mind. In uw gedachten. That are contrary. Die tegenovergesteld zijn. To God's plan for your life. Van Gods plan voor uw leven. He wants you to take action. Dan wil hij dat u actie neemt. Tell somebody, take action. Neem actie, zegt tegen iemand. Tell somebody, take action. Neem actie. Tell somebody, take action. Neem actie. Sunday I came there, I told you, attack your confusion. Attack your confusion. Attack the anger. Attack the sin. Attack that thought. Attack that idea. Take action. Zondag kwam ik hier en ik zei tegen u, neem een aanval tegen uw verwarring. Neem een aanval tegen uw verwarring. Val het aan. Dus val boosheid aan. Val die gedachten aan. Attack it. Val het aan. Don't laugh with it. Attack it. Lach er niet mee. Because you're dealing with the spirit. Want je dealt daar met de geest. If you relax a little
bit. Als je een beetje relaxed. The target of that spirit is to get you weary. Want het doel van die geest is om u te vermoeien. Attack it. Val het aan. That's why the Bible says. Daarom zegt de Bijbel. In Matthew 11 verse 12. In Matthäus 11 vers 12. Since the day of John the Baptist. Sinds de dag van Johannes. The kingdom of God suffered violence. And the violence taken by force. Is somebody catching this? Attack it. Become aggressive. Dus val het aan, word agressief. Some of us, we are aggressive over the wrong things. Sommigen van ons, we zijn agressief over de verkeerde dingen. We are aggressive over things that don't make sense. We worden agressief over dingen die helemaal nergens over gaan. You are aggressive against people. Je wordt agressief tegenover mensen. It's not people you are dealing with, brother. Maar je hebt niets, het is niet met mensen waar je te maken hebt, broeder. You are dealing with spirits. Maar je dealt hier met spirits. Val het aan. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? You must learn to attack it. Je moet leren om het aan te vallen. You must learn to attack it. Je moet leren het aan te vallen. So the first thing to do. Dus het eerste wat je moet doen. Attack that thing for what it is. Val dat ding aan voor wat het is. Get aggressive. Word agressief. Be like you are crazy. Doe net alsof je gek wordt. It's good to be crazy and get a positive result. Than to be crazy and get a negative one. Than to be silent and get bad results. Het is beter om boos om aan te vallen en agressief te worden en een goed resultaat te krijgen, dan passief te zijn en een slecht resultaat te krijgen. People always say, mensen zeggen altijd, well, I don't want to talk about it. Weet je, ik wil er niet over praten. But it's cooking in you. Maar het borrelt in je. It is not finished for day one. Het is nog niet eens dag 1. It's taking you to day 2. Je neemt het no, I don't want to talk about it. Ik wil er niet over praten. It is moving you to day 3. The thing is still cooking there. En nog steeds ben je aan het borrelen. I don't want to talk about it. Ik wil er niet over praten. It is taking you to day 4. Neem je naar dag 4. It is making you a living time bomb. Een levende tijdbom. To destroy your whole life. Om je eigen leven. So why will you permit the devil? Waarom zou je dat toestaan, die duivel? To come and destroy you. Om je te komen vernietigen. Why do you let that thought in your mind? Waarom laat je die gedachten in je mind? Day 1. Dag 1. Day 2. Dag 2. Day 3. Dag 3. Attack it. Ga dan. Zaka teleleba. Mantoloos. Shaha ma telelebo. The same minute. Attack it. The same second. Attack it. Don't give it any room. Don't give it any ground. Dezelfde seconde, dezelfde minuut. Aanvallen. Geef het geen ruimte. Geef het geen voet. Aanvallen. Don't laugh at it. Lach er niet mee. It's better that they call you crazy. Laten ze je maar gek noemen. Then you know. Maar je weet. You are dealing with an issue. Je dealt daar met een issue. We take many things light. We nemen vele dingen licht. We underestimate the devil. We underestimate his strength. We onderschatten de kracht van de duivel. We underestimate his abilities. We onderschatten zijn mogelijkheden. Listen. Luister. Never you underestimate the devil. Onderschat de duivel nooit. I took my time here in this church. I taught you people how to know the strength of Satan. How many of us remember that lesson? Ik heb mijn tijd genomen in deze kerk. Ik heb jullie geleerd hoe je de kracht van Satan kan meten. Don't entertain his things. Wie van jullie herinnert zich? Attack it. Je moet het niet entertainen. Geef het geen aandacht. Val aan. No, it's just another thought. Nee, het is nog maar een andere. Het is maar gewoon een gedachte. Why are you moving the street? Ook al ben je op straat. You get like the spirit of death. En je ziet de geest van de dood. Attack it! Val het aan! Carlos. If it comes in your mind, attack it! Als het in je gedachten gaat komen, val het aan! You are dealing with a spirit! Je dealt daar met een geest. Hey. Why are you feeling confused? Ook al voel je je verwacht. About the situation. Over de situatie. Val het aan. Jesus. Jezus. Never laughed with the things. Lachte nooit met de dingen. That he doesn't want to entertain. Die hij niet wilde entertainen. He was a fighter. Hij was een vechter. Jesus operated on earth with a 100% pure and disciplined mind. The one of the ways to start with a disciplined mind. Learn to attack. Whether you watch something on TV, it want to stay in your mind. Attack it. Whatever you are sitting, you hear a strange song. Attack it. You are a walking warrior. Jezus was op aarde en hij had een 100% pure, maar ook gedisciplineerde gedachtegang. Maar hij was een vechter, dus hij viel aan. Jullie moeten het ook doen, ook al bij ons straat. Val gewoon aan. Never you think.
Denk nooit. The things you are facing, Jesus did not. Dat de dingen die je face, dus de dingen waar je tegenaan loopt, dat Jezus dat niet had. In Hebreeën 4, vers 15. In Hebreeën 4, vers 15. Somebody read it for me. Iemand leest het voor me voor. Is somebody learning something? Leert iemand wat? The problem will not go because you talk about it. Hebreeën 4, vers 15. The problem will not disappear because you laugh at it. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Without sin! Zonder zonde. Without sin! Zonder zonde. Why do we laugh? Waarom lachen we? Why do we take these things for granted? Waarom nemen we deze dingen voor lief? You're feeling sick. Je voelt je ziek. Or you start feeling weak. Of je voelt je zwak. In your body. In je lichaam. The moment you get the signal. Het moment of that weakness. Het moment dat je het signaal krijgt of je voelt het, gelijk aanvallen die zwakheid. Because you are dealing with a spirit. Want je dealt hier met een geest. Don't give room for it. Geef geen ruimte. Don't even entertain it. Entertain het niet. Geef geen aandacht. Like the thing. Don't think like what you are thinking. Denk niet zo. Don't think like the thoughts happening in your mind. Denk niet als die gedachten die komen. You must respond like how God wants you to respond. Maar je moet reageren zoals God wil dat je reageert. Take action. Neem actie. It doesn't happen automatic. Het werkt niet automatisch. You need to take action. Je moet actie ondernemen. They tell people most of the time to pray. Vaak zeggen ze tegen mensen om te bidden. But how can you be effective? Praying person, when you don't understand certain things, where the devil attack you, how he try to distract your prayer. Sometimes you are praying, he begin to come in with his things in between your prayer. Stand on your feet, stop the prayer. Look at him in his face. Get out. Dus sommige mensen zeggen dat je moet gaan bidden, maar hoe kan je nu bidden wanneer je aangevallen wordt door de vijand met gedachten? Je wordt lastig gevallen tijdens je gebed. Wat je juist moet doen is sta op en vallen. Listen. Luister. He will not leave. Hij zal niet weggaan until you do something. Totdat jij iets doet. I can even put my hand on you. Ik kan zelfs mijn handen op je leggen. You can go. En het kan weggaan. God expect you. Maar God verwacht to take charge. Dat u actie onderneemt. Is somebody getting this? Begrijpt iemand? All these things that we have been in church with all these yo-yo Christians up and down Sunday and up and down Monday and up and down this. I don't blame them. Because when you are not properly taught. Dus al deze christenen die je in de kerk hebt, net als een yo-yo, we gaan van heen en weer, maar weet je, ik blame ze niet, want als je niet goed geleerd bent, yo-yo, yo-yo, dus als je niet goed onderwezen bent, up and down, heen en weer, why? Waarom? Because, omdat, you are not taking action, je geen actie onderneemt. Time to act is not the time to talk. De tijd om actie te ondernemen is niet de tijd om te praten. It's time to act. Dat is tijd voor actie. Our life. Ons leven is a daily warfare. Is een dagelijks oorlogsvoering. And when you begin to act like that. En wanneer je zo begint te handelen, you are training yourself. Train je jezelf to be active. Om actief te zijn. Actief te zijn in de dingen van God. You are training yourself. Je traint jezelf. You are training your spirit. Je traint je geest. You are training your mind. Je traint je mind. But whenever you let those thoughts, maar wanneer je deze gedachten laat, you are training yourself, dan train je jezelf to be insensitive, om ongevoelig te zijn to spiritual things, voor geestelijke dingen. You are training your mind to be passive. Je traint je gedachtegang om passief te zijn. So it's better for people to call you crazy. Het is beter dat mensen je gek noemen. When you know you are worried. Maar je weet dat je een strijder bent. Because when you stay around some Christians that are cold. Want wanneer je om christenen heen bent die lui zijn of koud zijn zelfs. And all of a sudden you say Satan get out. En op een moment zeg je Satan eruit. They say you are crazy. Zeggen ze je bent gek. You are not crazy. Je bent niet gek. I don't like all these Christians that are shouting all the time, all these Christians that are making too much loud noise. It's good. Nothing has never happened to you before. When something really happened to you, you will scream. In short, when you really get up one morning and the devil show up in your face, you will scream. In short, when you get to a situation where it's a terrible accident where everybody is dying, you will scream. You know why you are not screaming yet? Because you did not meet anything yet. When you meet something yet, you will know how to scream.
Laat die christenen die gewoon geluid maken. Weet je, ze hebben nog niet echt iets meegemaakt. Want wanneer ze echt iets meegemaakt, dan ga je ze echt horen schreeuwen. I hear people having a little bit of stomach ache in their toilets. Want je hoort mensen die een klein beetje buikpijn hebben. Je hoort ze al op een toilet. Ik voel de pijn. Now what is wrong with you coming to church? Maar wat is het dan voor you? You hear people shout. You stand beside a brother, he's shouting. You complain. You are just stomach ache. Dus je bent aan het toilet, je hebt buikpijn en je bent dan geluid aan het maken, aan het piepen. Maar op het moment wanneer je naast een christen staat die vurig is in de kerk en die is aan het bidden en hij schreeuwt, dan ga je al klagen. Maar wat about jou, wat dan met jouw buikpijn? Dat je... Take action! Neem actie. What did I say? Wat zei ik? What is the spirit of the Lord saying? Wat zegt de geest van God? Take action! Neem actie! I have given you power over all the power of the enemy. Ik heb je kracht gegeven over alle krachten van de vijand. It is very important. En het is heel belangrijk. Hallelujah, thank you, evangelist. It is very important. En het is erg belangrijk. That you learn this. Dat je deze dingen leert. It's not about going to church Monday to Sunday. En het gaat er niet om of je van maandag tot en met zondag naar de kerk gaat. Our daily life is a warfare life. Onze dagelijks leven is nou eenmaal een strijd. En je moet weten dat je oorlogs voert elke dag. I believe. En ik geloof. We have come to church. Dat we naar de kerk zijn gekomen. We have learned too much about who you are in Christ. They never told you to be a warrior. En ja, we hebben zoveel geleerd wie je bent in Christus, maar er is niet geleerd hoe je als een strijder moet zijn. They just think when you say you are this in Christ, it works like that automatic. It's a lie. En ze denken van, nou ja, dit is wat ik ben in Christus, dus het werkt wel automatisch. Nee, dus niet. It's a fight. Het is een gevecht. And you know you must come to a place where you stop depending on people's prayer. You must come to a place where you start taking charge in the spirit over your things, over your life, over your family, over your situation. And you tell the devil, get out! En je moet ophouden dat je steeds afhankelijk bent van mensen hun gebeden. Je moet zelf in controle zijn. Zelf charge nemen over de situatie. Zelf charge nemen over je familie en je problemen en je gezin en je werk en wat dan ook er mag spelen in je leven. Everything that you make up your mind to do. Want alles waar je je verstand zet om te doen. As you yield yourself to the Holy Spirit. Terwijl je jezelf overgeeft aan de Heilige Geest. Ga je resultaat zien. All these lies in church must stop. Al die leugens in de kerk moeten stoppen. We have lived in that life alone. We hebben lang in die leugen geleefd. The devil is a liar. En de duivel is een leugenaar. Because any lie he calls in the truth. Want elke leugen noemt hij de waarheid. You know how many Christians that we have caused them to believe in a lie and they call it the truth? Weet je hoeveel christenen geloven in leugens en ze zeggen dat dat de waarheid is? They say, well, this is my life. Ja, nou ja, dit is helaas mijn leven. Well, this is my story. Nou ja, dit is mijn verhaal. Nothing is gonna change. Maar zo verandert het and niet. This is who I am. Ja, dit is wie so ik ben. Dus Jezus is dan voor niets gestorven? Jesus died for nothing. Is Jezus dan voor niets gestorven? Nee. Echt waar? Go to the book of 2 Timothy. Laten we naar 2 Timotheus gaan. I said take action. Take what? Action. Take what? Action. Take what? Action. En je moet actie ondernemen. Doe iets eraan. You are sitting. En je zit. You just hear God smoke some cigarette, you're gonna calm down. En je hoort van ja, ga maar een sigaretje roken hoor, dan word je wel rustig. So you devil, get out. En in plaats dat je zegt, je duivel, ga eruit. En begint het in tongen te bidden. En zegt, sigaretje, je hebt geen kracht over mij. Wie van u kent Bishop T.D. Jakes? How many of you know a bit of his story? En wie weet een beetje van zijn verhaal? He was a smoker. Hij was een kettingroker. And one day, en op een dag, he finished to preach. Was hij klaar met prediken. An elderly man came to him. Een oudere man kwam naar hem toe. Say, you know what? Hij zegt, weet je? God won't take you far. God wil je heel ver weg brengen. This little thing. Maar dit kleine ding. Will
stop you from going to where God want to take you. Stopt je daar waar God je wil brengen. Because you cannot talk to everybody with this little thing. Want je kan niet met iedereen praten vanwege dit kleine ding. And Diddy Jakes look at his future. En Diddy Jakes keek naar zijn toekomst. And look at that little thing. En keek naar dat kleine ding. He crushed the little thing. Hij heeft het verpulverd. And that is cigarette stop. En die dag hield de sigaret op. Over that little thing. U heeft kracht over dat kleine ding. You don't just know who you are. Je weet gewoon niet wie je bent. You don't know that the devil is after your destiny to destroy it. En je weet niet dat de duivel achter je bestemming aan zit om je te vernietigen. Because he already failed. Want hij heeft al gefaald. He knows he is going to hell. Hij weet al, hij gaat naar de hel. He's looking for many people to destroy their lives. En hij wil gewoon vele mensen meenemen om ook te vernietigen. Because his life is already destroyed. Want zijn leven is al bestemd om vernietigd te worden. What do you want? Wat wil je nou eigenlijk? No more excuses. Er zijn geen excuses meer. You're giving so much excuses. Je geeft zoveel smoesjes. Take charge. Maar je moet controle nemen over die situatie. Je autoriteit gebruiken. Some demons have played around you for long. En die demonen die dansen maar om je heen. Some demons have laughed with you for long. En ze lachen je maar uit. It's time. Het is tijd. To look at that devil. Om die duivel aan te kijken. And get out. Om te zeggen, eruit in de naam van Jezus. I said, take action. Nee, actie. 2 Timothy. 2 Timotheus. Somebody says sometimes he's calm. En iemand zegt, pastor, soms bent u zo kalm. And sometimes he's very aggressive. En soms bent u zo agressief. I pray that you were wearing my shoe. Ik bid dat u eens kunt weten hoe het is om in mijn schoenen te wandelen. Oh, you know, sometimes the children of God talk about things that they don't understand. Want weet je, de kinderen van God praten over dingen die zij niet begrijpen. I wish I'm the pastor, really. Ik wenste dat ik de voorganger was. You really want to be the pastor? Wil je de voorganger zijn? Graag. Laten we van plaats veranderen. You really want to be the... Je wilt echt de voorganger zijn. Really? Echt. Where you are not finished wearing your shoes very well. Waar je bent nog niet eens klaar om je schoenen te dragen. That's why we should be careful how we talk in places. I call it high places that we are not supposed to talk about. En we moeten niet over plaatsen praten waar we niet zijn of hebben gelopen of geen ervaringen hebben. We should be careful. We moeten voorzichtig zijn. 2 Timothy. 2 Timotheus. Tell somebody, take action. Take action. Onderneem actie. You see, when you start living this kind of life, want als je dit leven leidt, you are training yourself for victory. Dan train jezelf voor overwinning. You don't need to wait for the chief demon to show up. Je hoeft niet te wachten tot die hoofddemon zich komt melden. The moment you start knowing how to address these things, these little things. Want elke keer als je weet hoe je al die kleine dingen moet adresseren, you are also training yourself for the bigger thing. Dan train je jezelf ook voor die grotere dingen. Als je niet met die kleine dingen kan afhandelen, hoe ga je dat dan met de grotere dingen doen? Als je niet klas 1 bent voor geslaagd, hoe wil je dan naar klas 2 gaan? And you know, God's class. En Gods klas is not natural human quality. Heeft niks te maken met een menselijke, natuurlijke kwaliteit. So it's not looking at you that you have to be perfect. Dus God kijkt helemaal niet naar perfectie van ja, je moet perfect zijn. I love people that try to do things than people that don't just do it at all and talk about it. Ik hou ervan van mensen die tenminste proberen dan de mensen die gewoon helemaal niks doen en dan gaan ze daarover klagen. It's better that you try. Het is beter dat je iets probeert. Than you do nothing. Dan dat je niets doet. It's better that you try and you make mistakes. Is beter dat je het probeert en fouten maakt. Than to be afraid to make mistakes and do nothing. Dan dat je bang bent om fouten te maken en niets doet. Nobody just arrives. Want niemand komt er zomaar. Every day in the school of the Holy Ghost, people are learning. Want elke dag in de school van de Heilige Geest zijn mensen aan het leren. That's why Paul said that I'm annoying. En daarom zegt Paulus dat ik hem mag leren kennen. And the power of his resurrection. En de kracht van zijn opstanding. I don't underestimate Paul. Maar je moet Paulus
de schatten. He was a mature Christian. Hij was een volwassen christen. But he came to a place. Maar hij kwam op een plek. With this God. Met deze God. You cannot get up and say, I'm knowing. Dat je niet kan opstaan en kennen. 100%. Because every day. Want elke dag. He shows you something new about himself. Laat hij iets nieuws van zichzelf zien. That's why people that always know, they know nothing. Daarom die mensen die zogenaamd altijd alles weten, ze weten allemaal niets. I don't mind you when you have all these swelling words. I just laugh and I go and be praying for you. Het kan me niet schelen of je altijd van die opgeblazen woorden hebt. I don't even care how many people. Het kan me niet schelen, want ik ga voor je bidden. I'll be praying for you more because they are just helping you to fall. En vooral die mensen die je altijd maar omhoog houden en prijzen. Oh, je bent geweldig. Dat zijn de mensen waar je echt voorzichtig mee moet zijn. Want zij zijn de mensen die je helpen om te vallen. By the way, I'm done with all these people that praise people today, then tomorrow they kill them. En dat zijn de mensen die je één dag, net zoals Jezus, ze prijzen je en de volgende dag ze kruisigen je. They praise you as long as it's well. En ze prijzen ze zolang het goed gaat. And when they don't understand it, they kill. En wanneer ze het niet meer begrijpen, dan willen ze je vermoorden. I'm just done with that school. En ik ben klaar met dat soort publiek. Somebody get to this. Hoort iemand dat? As children of God. Als kinderen van God. We must learn to take action. Moeten we leren om actie te ondernemen. Attack. Val aan. Always. Altijd. What is that, your job? Of het nou op je werk is. Excuse me. Of je nou, dan zeg je. Dan moet je tegen je collega zeggen, één moment hoor, ik moet even iets afhandelen hier. And just go to the toilet, blow some tongue, you rebuild Satan. En ga naar het toilet en bestraf Satan. Because you are in charge. Want je bent in de controle. Loske. I worked before. Ik heb ook gewerkt. I did the same on my job. Ik heb hetzelfde gedaan op mijn kantoor. I talked to things. Ik sprak tot dingen. I talk to my thoughts. Ik sprak tot mijn gedachten. Today I'm still talking to it. En ik praat nog steeds met mijn gedachten. Amen. Alles heeft oren. Sometimes my wife came to me and she said to me, sweetheart, I don't know why you are always just calm and this and that. You always just look like the way you are. I said, you don't understand. This your husband is always talking to things. I talk to things. I talk to everything. I talk to every thought. I talk to every silly idea. I talk to it because I'm dealing with spirits. En ik praat het alles. En ik zei tegen hem, lieverd, je ziet er alles zo kalm uit. Maar ze begrijpt niet dat ik alles adresseer. Ik adresseer alles, want we hebben te maken met geesten. Because my mind must stay pure to hear God. Want mijn gedachtegang moet puur zijn, zodat ik God kan verstaan. When my mind is filthy. Want wanneer mijn gedachtegang vuil is, it says something about my heart. Dan zegt het iets over mijn hart. Because the pure in heart will see God. Want alleen de pure van hart zullen God zien. So can you imagine? Dus kunt u zich voorstellen. How the devil is putting filthy things in your heart. Hoe de duivel alleen onreine dingen in uw hart wil stoppen. Just to fight your relationship with your father. Alleen om de relatie met uw vader te bevechten. And the God that we serve is a God of relationship. En de God die we dienen is de God van relatie. He loves intimacy. Hij houdt van intimiteit. You know him only when you are intimate. En je kent hem alleen maar wanneer je intiem met hem bent. Because you are shouting every day. En je herkent hem niet als je elke dag schreeuwt. Is somebody getting it? Hoort iemand dat? Kracht. Is it intimacy? Zit in die intimiteit. Let me not put it. Second Timothy. Chapter 1 verse 7. Is somebody learning something? 2 Timotheus 1:7. Oh Jesus. Let me fix myself very good. 2 Timothy. 2 Timotheus. For God, what did the Bible say? It's a song that we sing every day in church, but we don't know what God is really trying to tell us in that text. It's a lied that we elke dag zingen in de kerk, maar we begrijpen. I just found out that the most popular Bible text, people don't even understand it very quickly. Strange! En het is heel vreemd dat het de meest populaire Bijbelteksten mensen allemaal citeren, maar ze begrijpen er niks van. And to be honest, those popular texts are filled with power.
En die populaire Bijbelteksten zijn gevuld met kracht. And you never just sit to think. Maar je zit nooit en je denkt. Allow the Holy Spirit to tell you what he's saying there. Dat je de Heilige Geest toestaat om uit te leggen wat hij nou echt zegt daar. So for you it's still a memory verse. Dus voor jou is het nog steeds een Bijbeltekst die je uit je hoofd heeft geleerd. It's a great quotation. Het is een geweldig citaat. It cannot be. There's somebody it cannot be. Maar zo kan het niet zijn. Zeg tegen iemand, zo kan het niet zijn. 2 Timotheus 1 vers 7. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Hallelujah. What did he say to Lisa? Hallelujah. For God did not give us the spirit of timidity. It means cowardice. Dat betekent lafhartig zijn. King James says God did not give us a spirit of fear. In de King James vertaling zegt hij heeft ons niet de geest van angst gegeven. That word fear in Greek means cowardice. En ook in het Grieks dat angst wordt daarmee bedoeld dat je geen lafaard bent. A coward is somebody that dies before you really die. Een lafaard is iemand die al gestorven is voordat hij werkelijk gestorven is. You are not dead, but you say you are dead. Je bent nog niet dood, maar je zegt al je bent dood. That is what fear does. Dat is wat vrees namelijk doet. It always makes you to see a situation more than what it is. Oh Lord. Het laat je altijd de situatie veel groter doen lijken dan dat het werkelijk is. Of craving and clinging and falling fear. But he has given us a spirit of power. And of love. And of calm. And well balanced. And discipline. And self-control. Now, I'm going to read from my King James because I'm reading from Amplified Bible. Okay? King James. En de King James vertaler zegt: God is not given us a spirit of fear. For God hath not given us death. He's talking about the Holy Spirit. Somebody write it down. En schrijf het op uit het hier over de Heilige Geest. Death! Death! When you got born again. En toen u bekeerd werd. God sent forth the spirit of his son in your heart. Crying, Abba, Father. Galatians 4 vers 6. Gebeurde de Galaten 4 vers 6. En wat gebeurde er toen? Dat God de geest heeft gegeven van zijn zoon in uw geest die uitroept Abba Vader. How many of you have read that text before? Wie van u heeft die tekst ooit gelezen? He sent the spirit of his son crying Abba Father. That is the Holy Spirit. Hij stuurde de geest van zijn zoon die uitroept Abba Vader. The Holy Spirit. En dat is de Heilige Geest. It's the spirit of discipline. En de Heilige Geest is de geest van discipline. He is our sound mind. Hij is ons gezond verstand. He is the spirit of self-control. Hij is de geest van zelfbeheersing. Is somebody getting this? He is the spirit of sound mind. Hij is de geest van een gezond verstand. He is the spirit of self-control. Hij is de geest van zelfbeheersing. He is the spirit of discipline. En hij is de geest van discipline. In you. In u. So you cannot have an undisciplined mind. Dus u kunt niet een ongedisciplineerd gedachtegang hebben. An undisciplined mind. Want een ongedisciplineerde gedachtegang is, the mind is een gedachtegang that is passive. Die passief is. Is a mind is een verstand that is living in rebellion. Die rebels is. Is a mind is een verstand that is disobedient. Die ongehoorzaam is. Because the Holy Spirit is there. Want de Heilige Geest is daar. To train your new mind, om je nieuwe verstand te trainen. That you receive, die u heeft ontvangen.
when you got born again, toen u bekeerd werd, the mind that Jesus washed with his blood, dat verstand dat Jezus heeft gewassen met zijn bloed, the Holy Spirit is there, de Heilige Geest is daar, to make sure, om ervoor te zorgen, that mind is disciplined, dat de verstand dus gedisciplineerd wordt. Because you receive a brand new spirit, want u heeft een nieuwe geest ontvangen, a purified mind, en een gereinigd verstand, a brand new spirit, een nieuw geest, a purified mind, een gereinigd verstand. So the Holy Spirit, dus de Heilige Geest, making sure, zorgt ervoor that mind of yours, dat die verstand van u, going through discipline, dat het door discipline heen gaat, this, dagelijks, is with your cooperation. Maar het is met uw samenwerking. It doesn't happen automatically. Want het gebeurt niet automatisch. Preach it. Amen. It's with your cooperation. Het is met uw medewerking. It doesn't just happen. Het gebeurt niet zomaar. Now God has not given us the spirit of fear. God has not given us the spirit of that. The spirit of this. You dance all that music. You just show up out of the hall. I see the way you are acting. I begin to wonder, what are you singing that song? You don't understand. He's talking about the Holy Ghost. He is the spirit of sound mind. He is not the spirit of fear. The spirit of fear comes from death. The devil. En dan kunnen we wel zingen, ja, God heeft me niet gegeven een geest van lafhartigheid. Maar als je dus zometeen de kerk zo uitloopt en u gedraagt zich op een bepaalde manier, dan vraag ik me echt af of u wel hebt begrepen wat u heeft gezongen. Want angst komt van de duivel en niet van de Heilige Geest. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? It is very important. Het is heel erg belangrijk. God gave us the spirit of self-control. Dat u weet dat God ons de geest heeft gegeven van zelfcontrole, zelfbeheersing. A disciplined mind. Want een gedisciplineerd verstand. The question that you ask yourself, de vraag die u zelf moet stellen. How was Jesus disciplined? Hoe was Jezus dan gedisciplineerd? Because sometimes we act as if what God gave to Jesus, he didn't give it to us. Want soms doen we net van ja, God heeft het allemaal aan Jezus gegeven, maar hij heeft het niet aan ons gegeven. Nee, hij had dezelfde geest. That was from Jesus. Die op Jezus was. And in Jesus. En in Jezus. And he gave it to us. En hij heeft het aan ons gegeven. How did Jesus succeed? Maar hoe had Jezus dan succes ermee? Hoe zorgde hij ervoor dat het slaagde? Go to Philippians. Laten we naar Filippenzen gaan. We all can have a pure mind. We all can have a disciplined mind. En we kunnen allemaal een pure gedachtegang hebben en een gedisciplineerd verstand. Sound mind. Gezond verstand. In Greek. In het Grieks. It means a disciplined mind. Het betekent een gedisciplineerd verstand. Or a mind of self-control. Of een verstand dat zelfbeheerst is. Now Philippians 2 verse 5 says, let this mind be in you. En Filippenzen 2 vers 5 zegt, let this mind be in you. Laat de gezindheid van Christus in u zijn. If I come to you, en als ik naar je toe kom, I say, let something be in you. Laat er iets in u zijn. Am I telling you that it must be in you? Zeg ik dan dat het erin moet zijn? No. Nee. Is it your permission? Het is dus dat u het moet toestaan dat het er kan zijn. You must make up your mind. U moet u hart erop stellen let that mind be in you. Dat die gezindheid van Christus dus in u is. But that mind is the Holy Spirit. Maar die gezindheid is de Heilige Geest. The mind of Christ is the mind of the Spirit. Want de gezindheid van Christus is de Heilige Geest. That's why the Bible says we have the mind of Christ. How many of you have en daarom zegt de Bijbel, we hebben de gedachtegang van Christus. 1 Corinthians 2 verse 16. 1 Corinthians 2 vers 16. We have the mind of Christ. Is that what the Bible said? We have the mind of Christ. Is that what the Bible said?
Read it for me, somebody. Do it fast. Is that what the Bible says? For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. And this is how the Amplified Version puts it. 1 Corinthians. 1 Corinthians. What version? Somebody read it for me again in Dutch. 2 vers 16. English or Dutch, somebody, please. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Now listen to what the Amplified Version said. For who has known or understood the mind, the counsels, and the purposes of the Lord so as to guide and instruct him and give him knowledge? But we have the mind of Christ, the Messiah, and do hold his thoughts, that is, feelings and purposes of his heart. How do we have his thoughts, feelings, and purposes of his heart? By the Holy Spirit. Go to 1 Corinthians 2, verse 11. Go there for me, please. Laten we naar 1 Corinthians 2, vers 11 gaan. Is somebody learning something? Leert iemand iets hier? Read it for me. Brother Willie, read it for me, please, if you are there. For who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. No one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Now, 1 Corinthians 2, verse 16, make us to understand that. For who has known or understood the mind, the counsels, and purposes of the Lord, so as to guide and instruct him and give him knowledge? But we have the mind of Christ, the Messiah, and do hold his thoughts, feelings, and purposes of his heart. How? By the Holy Spirit. Tell somebody, by the Holy Spirit. Translate that for the people, please. En door wie hebben we dat gekregen? Door de Heilige Geest. We hold the thoughts of God by the Holy Spirit in us. En we houden die gedachtegang van de Heilige Geest door de Heilige Geest in ons. We hold the mind of God by the Holy Spirit in us. Dus we kunnen alleen de gedachtegang van God in ons houden door de Heilige Geest in ons. So the Holy Spirit. Dus de Heilige Geest. Is the Spirit of sound mind. Is de Geest van een gezond verstand. Discipline mind. Van een gedisciplineerd verstand. But how can I be disciplined? Maar hoe kan ik gedisciplineerd zijn? Without following instructions. Zonder dat ik instructies volg. It is still your choice. Het is nog steeds je eigen keus. Is somebody getting this? Hoort iemand dat? Is somebody understanding this? Begrijpt iemand dit? Yes, I have the mind of Christ in me. Ja, ik heb de gezindheid van Christus in mij. But it doesn't work automatically. Maar het werkt niet automatisch. Without me cooperating with the Holy Spirit. Zonder dat ik met de Heilige Geest samenwerk en actie onderneem. It doesn't work like that. Zo werkt het niet. Like how I've heard people say it. Zoals ik het mensen heb gehoord. I hear people say how the mind of Christ is at work in my toes. Let it work early in your head. But I'm looking at your action. It doesn't align to what you are saying. I can only know that the mind of Christ is dominating you when your character matches with the mind of Christ. En al die mensen die zeggen, ja, ik heb de gezindheid van Christus en het werkt zelfs in mijn tenen. Nou, dat is hartstikke leuk. Laat het ook in je gedachten werken. Want ik bedoel, als je echt de gedachte hebt van Christus, dan zie ik dat ook in hoe je gedraagt en hoe je handelt. So when we learn to allow the Holy Spirit. Dus wanneer we de Heilige Geest toelaten, we notice, dan zien we our thoughts become pure. Dat onze gedachtegang rein wordt. Our mind is pure. Onze verstand is rein. And all things become pure. En alle dingen worden rein. For unto the pure, all things are pure. Want voor degenen die rein zijn, is alles rein. It is possible. Het is mogelijk. It is. Het is. God did not just write the text for me to recite it. En God heeft niet alleen die tekst geschreven zodat ik er maar
over kan nadenken of op mediteren of herhalen. He wrote it. Hij heeft het geschreven. Because he knew. Want hij weet. I can have that mind. Dat ik zo'n verstand kan hebben. That mind can rule over me. En dat verstand kan over me regeren. He knows. Dat weet hij. Is somebody getting this? Hoort iemand dit? So God expects us to have a disciplined mind. Dus God verwacht dat wij een gedisciplineerd verstand hebben. A life of self-control. Een leven van zelfbeheersing. A life where we submit. Een leven waar we ons onderwerpen. Go back to the book of Philippians. Laten we teruggaan naar Filippenzen. Tell somebody sound mind. Zeg tegen iemand een gezond verstand. Say discipline mind. Een gedisciplineerd verstand. Say take action. Onderneem actie. So you can be watching something, everything in the magazine, the Holy Spirit say throw it away. It means throw it away. En u kunt iets kijken, zelfs in een magazine of in een blad. En God zegt, gooi het weg. En bedoelt hij dus, gooi het weg. Why is a TV program? He said, put it off. He means put it off. Take action. En of hij tegen u zegt, doe het televisieprogramma weg. Kijk er niet naar. Dan bedoelt hij dus ook dat je dat moet doen. Onderneem actie dan. Filippians 2. Filippenzen 2. How many of you are learning something? Wie van u leert iets hier? I cannot get to where I have to go today. Ik kan niet helaas gaan waar ik wil gaan. I wanted to talk so many things about dealing with a weary mind, a mind that is tired. How are you going to handle it? En ik wilde, maar we gaan daarheen hoe je kan afhandelen met een verstand dat moe is, dat afgemat is, die niet meer verder wil gaan. All things are possible. Alle dingen zijn mogelijk. Tell somebody it is possible. Het is mogelijk. Say this book is already finished. Want het boek is al afgeschreven. Tell somebody it's already written down. Het is al afgeschreven. God is not trying to write anything. En God probeert niet iets nog te schrijven. This whole thing is finished. En dit hele ding is afgebracht. Look at it. Kijk ernaar. Let this same attitude and purpose and humble mind and humble mind be in you, which was in Christ Jesus. Let it be your example in humility. So you can see that Jesus had a mind of his own. Dus je kunt ook hier zien dat Jezus ook... Filippians 2 vers 5. We zijn in Filippenzen 2 vers 5. En we kunnen hier lezen dat Jezus ook zelf een eigen verstand had. Everybody have a mind of his own or not. En iedereen heeft toch een eigen verstand of niet? But see what Jesus did. Maar kijk wat Jezus deed. Who although being essentially one with God. In the form of God. Possessing the fullness of the attribute which make God God, did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped or retained. He laid it aside, but stripped himself from his own mentality, stripped himself from his own ideas, stripped himself from his own thoughts, stripped himself from his own imagination. He take out what he thinks he knows. Dus hij haalde weg alles wat hij dacht dat hij wist. He put it aside. Hij legde het aan de kant. And see what happened. En kijk wat er gebeurde. Of all privileges and rightful dignity, so as to assume the guise of a servant, he become a slave. Now listen. How many of you know the difference between a master and a slave? En wie weet het verschil tussen een meester en een slaaf? What is the difference? Wat is het verschil? Slaaf moet gehoorzaam de meester. Oké. Okay. I was thinking that a slave is doing his own thing. Ik dacht dat de slaaf maar deed wat hij wilde. No. Nee. The mind of Christ had working in you when you take the place of a slave. En de gedachtegang van Christus gaat in u werken als u zich hierin onderwerpt, dus slaafs opstelt. You take the place of a servant. Dat u een plaats inneemt van een dienstknecht. A servant is somebody that is under instruction.
En een dienstknecht is iemand die onder instructie staat. Je doet niet zomaar je eigen ding. Je doet wat je meester je opdraagt om te doen. So, this disciplined mind, dus een gedisciplineerd verstand gebeurt niet zomaar. Wanneer je denkt dat je nog steeds je eigen dingetjes wil gaan doen. Je moet sterven van je eigen dingen. Zodat het verstand van Christus uw eigen verstand opzwelt. Dan kunt u leven in het verstand van Christus. De plaats van zelfbeheersing. Sometimes people look at some Christians and say, oh, this brother has a wonderful character. If you just know too what the brother is dealing with on a daily basis to have that wonderful character, you will talk differently. En soms bewonderen we mensen die zeggen, wauw, die persoon heeft zo'n geweldig karakter. Had ik dat maar ook. Terwijl je niet eens weet wat die persoon elke dag doormaakt, doorstaat om zo te zijn. I always ask people, why do people admire people? En waarom moeten we altijd andere mensen bewonderen? Waarom ga je niet terug naar God om te vragen van, Heer, hoe komt het dat ze zo zijn? Ik wil ook zo zijn. En laat God met je beginnen te praten. Begin ook te veranderen. Stop looking for your own way. Change the way you are doing stuff. Change it, because that person that you see like that is only like that. Because the person is not doing his own thing, he's doing what I tell him to do. En begin er eerst mee om anders te praten. Begin gelijk dan ook anders te denken. En begin dan ook gewoon dingen anders te zien. Want de manier hoe je die persoon zo bewondert, dat heeft te maken met hoe die persoon zich overgeeft aan God. When you begin to live like this, maar als je zo begint te leven, there will be no day in your life that you are confused. Zal er nooit een dag zijn dat je verward bent. You will just start acting like God. Je begint gewoon te handelen zoals God. He will help you. Hij zal je helpen. He will direct you. Hij zal je leiding He geven. Will lead you. Hij zal je leiden. He will tell you what to say. En hij zal je richting geven and wat te zeggen. You are following what he said, en omdat je volgt wat hij zegt, he will always keep you. Zal hij je altijd behouden. And when you stand before people, en wanneer je dan voor mensen staat, you will portray maturity. Dan zal je volwassenheid portrayen. Maar wanneer je in je binnenkamer he bent, disciplines you. Dan geeft hij je discipline. In the open. In het openbaar, is. Dan laat je zien wie hij is. In the closet, in de binnenkamer, he disciplines you. Geeft hij je discipline. In, the open, in het openbaar, is. Laat je zien wie in hij the is. Closet, in de binnenkamer, every day, elke dag, you're being stripped, word je gestript from your own thing, van je eigen dingen, from your own idea, van je eigen ideeën, from your own method, van je eigen methodes. En dat is de persoon die de duivel vreest. And while others are confused, en terwijl anderen verward zijn, they don't know what to do. En ze weten niet wat ze moeten doen, thinking that and thinking that. Ze denken dit, ze denken dat, they always know what to do. Weet de persoon wel wat hij moet doen. God, start using you to solve their problems. God gebruikt u om hun probleem op te lossen, because there is just something, want er is iets that you have learned from him, wat je van hem hebt geleerd, and they don't learn. Wat zij niet hebben geleerd, and they don't know. En wat zij niet weten. And God can use you to be their teacher. En God kan u gebruiken om hun onderwijzer te zijn. That doesn't mean you're higher than them. Betekent niet dat je hoger dan ze bent. You are just an instrument. Je bent gewoon een instrument. I always ask people, when you eat, how many of you eat nasi today? Wie van u heeft vandaag nasi gegeten? Now whenever you eat rice, do you look at the spoon and say, thank you spoon for bringing the food to my mouth? En elke keer wanneer je rijst eet, dan dank je toch ook niet de lepel dat de rijst in je mond komt? No. Nee. You don't praise your spoon. Je prijst niet je bestek. So we don't look at that. Dus daar kijken we niet naar. Continue to read with me. We are about to close with this text. And next week, you see, I did not even get nowhere. No, don't say that, Pastor. I only touch some things. You get somewhere. Yeah. You reach destination. Next week, we're going to learn a lot of things here. And invite a lot of people. Volgende. Hopefully you get somewhere, because God want me to correct my speech, because so many people here are learning something. I came with a target to finish something today, but I cannot finish it today. And I must accept that that is what the Holy Spirit wants today. Hallelujah. Now look at it. We are about to close. And in verse 8. Thank you, sweetheart. We are going, we get somewhere. And listen.
And thank you, Holy Spirit, for that correction. Hallelujah. Look at it. Kijk ernaar. And after, the Bible says, so as to assume the guise of a servant, in that he become like a like man, and was born a human being. And after he had appeared in human form, he abased himself. He abased himself. Did the Bible say God did it for him? Zegt de Bijbel dat hij het voor zichzelf doet? Maybe I have another kind of Bible. Maybe you read it for me. What is in your own Bible? I'm in verse 8. He humbled himself. Philippians 2, verse 8. What does the Bible say? Wat zegt de Bijbel? Door gehoorzaam te worden tot in de dood. Verse 8. Verse 8. Philippians 2, verse 8. En hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood. Oké. Vers 8. Is dat vers 8? Now, sometimes I get people pray, oh God, humble me. He will never humble you. And don't let God humble you, please. Pijnlijk, ja. En soms bidden mensen van, ja, Heer, maak me nederig, maak me nederig. Don't let him do that. Laat hij dat niet voor u doen. Just humble yourself. Verneder uzelf. Stel u nederig op. And stop praying prayers that you don't understand. En ga niet gebeden bidden die u niet begrijpt. You really want God to humble you? Wil je echt dat God u nederig maakt? Do you really know what to pray about? Weet je wel wat je bidt? That's why you say you humble yourself. Nee, je moet jezelf vernederen. Stel je nederig op. Because he has given you the power to humble yourself. Want je kan jezelf nederig opstellen. Because God will humble you. Want als God je nederig wilt maken. Oh, Jesus. Let me not go there for today. If God really wants to humble you. Stop praying. Go ask Nebuchadnezzar. He will tell you. Ga Nebuchadnezzar vragen. Hij kan het je vertellen. Go ask Pharaoh. Pharaoh will tell you. Vraag aan Farao. Farao kan het je ook vertellen. What do you really mean by humility? Wat echt nederigheid betekent. Because God's own kind of humility can bring humiliation. Want God's eigen nederigheid kan vernedering betekenen. He doesn't humiliate nobody. Hij vernedert niemand. But you will just notice that you are humiliating yourself. Maar je, uiteindelijk kom je erachter dat je jezelf vernedert. So you see, dus hij zegt. Instead of humiliating yourself, you say humble yourself. En in plaats dat je zelf een flater slaat door vernederd te worden, stel jezelf nederig op. Humble yourself. Stel jezelf nederig and op. And hear what the Bible says. En hoor wat de Bijbel zegt. He humbled himself still further and carried his obedience to the extreme death, even the death of the cross. So Jesus was 100% obedient. Dus Jezus was 100% gehoorzaam. For the mind of Christ to rule over you. Voor de gedachtegang van Christus om over u te heersen. He must be 100% obedient. Moet u 100% gehoorzaam zijn. The mind of Christ means. De gedachtegang van Christus betekent. The will of God is your will. De wil van God is uw wil. People that have his mind. Mensen die nog steeds hun eigen gedachtegang hebben. Holy sin. Oh, sorry. Mensen die zijn gedachtegang hebben kunnen vrijmoedig zeggen. Me and my father, we are one. Mijn vader en ik zijn één. Can boldly say. En die kunnen dat vrijmoedig zeggen. I'm not here to do my own will. Ik ben niet hier om mijn eigen wil te doen. But the will of him that sent me. Maar de wil van hem die mij heeft gestuurd. Can boldly say. Die kunnen vrijmoedig zeggen. The works that I do. De werken die ik doe. I do it not of myself. Die doe ik niet uit mezelf. But my father that lived in me, he do the works. Maar mijn vader die in mijn leven die doet de werken. Can boldly say. Je kunt vrijmoedig zeggen. What I am saying. Wat ik zeg. Is what he say. Is wat hij zegt. Can boldly say. Kunnen vrijmoedig zeggen. I do nothing of myself. Ik doe niets van mezelf. Without his ability in me. Zonder zijn kunnen in mij. Those people. Zulke mensen. Are ruled by the mind of Christ. Worden geregeerd door de gedachtegang van Jezus. Can boldly say. Ze kunnen dat vrijmoedig zeggen. Me and Jesus, we are one. Jezus en ik, we zijn één. So this is a mind of discipline. Dus dit is een verstand van discipline. But it doesn't happen automatically. Maar het werkt niet automatisch. It doesn't. Het werkt niet zo. It's a daily warfare.
It's a dagelijkse oorlogsvoering. There is something happening to you. Maar er gebeurt iets met u. When you go to work, wanneer je naar je werk gaat. The strange talk to rebuke you to get aggressive. They say aggressive before they aggressive. They say they aggressive. When you get to the fifth day, you will not even be aggressive. You just say get up, because your mind has been programmed differently. En als u nu elke keer het blijft toepassen om de duivel te bestraffen en bepaalde gedachtegangen de ruimte sturen, op een gegeven moment gaat je gedachtegang eraan wennen van nee, dit is niet de manier hoe ik moet denken. Your mind has been programmed to be active in spiritual things. Want je gedachtegang is nu actief in geestelijke dingen. So you talk with Jesus. Dus je praat met Jezus. Ga achter mij vandaan, Satan. En je blijft doorgaan. Maar de eerste paar keer dat je al deze dingen doet, neemt je 2-3 maanden. Je traint je verstand om niet passief te zijn. Een passief verstand is een verstand die altijd maar wilt leren, maar nooit tot de waarheid, tot de kennis der waarheid kan komen. Altijd maar notities maken. Maar niets verandert. You must get angry with that kind of mind. Je moet echt boos worden met zo'n verstand. It's a destructive mind. Het is een verstand dat jou vernietigt. It's a destructive mind. Het is een bedorven verstand. Is somebody getting this? Daar kan je niet tevreden mee zijn. Daar moet je boos op worden en actie ondernemen. Today I'm gonna stop with that point one. Take action. Onderneem actie. Take action. Nee, onderneem actie. Now, did I tell you to meditate on Bible scriptures? Heb ik gezegd dat je op Bijbelteksten moet gaan mediteren? We're gonna go there. We gaan daarheen. We're gonna go there. We gaan daarheen. Bet. Maar the first thing is, de eerste is take action. Onderneem actie. Onderneem actie. That makes you a prayer warrior. En dat maakt je gebedstrijder. You must go past your level of prayer this year. Je moet voorbij je niveau van gebed gaan dit jaar. Whenever you are praying. En elke keer als je bidt en de duivel leidt je af, is er iemand waar hij niet wil dat je voor bidt. Dus wat doet hij dan? Hij zorgt ervoor dat je concentreert alleen maar op jezelf. En nu ben je alleen maar met jezelf bezig. En iemands wonder. Want als je iemands probleem oplost in de geest, los je ook je eigen probleem op. That's what is happening. En dat is wat er gebeurt. So he's stopping you from solving someone's problem. Dus natuurlijk wilt hij je stoppen om iemands probleem op te lossen. Want je bent alleen maar geconcentreerd op jezelf. So you can only hear what God will tell. Dus je kan ook niet horen wat God tegen je zegt. So you have to be very smarter than him. Dus je moet slimmer dan hem zijn. Onderneem actie. Amen, that's it. Ja, jij wilt het, je vindt het leuk. Ja, maar pastor, ik word de hele dag geteisterd ermee. Ik vind het zo moeilijk. Ik weet niet hoe ik het moet loslaten. Nee, jij wilt het. Jij blijft eraan denken. Jij geeft toestemming dat daar blijft. Is een leugen. Sometimes when I hear people talk, I don't know they're lying. Als mensen maybe praten, weet ik dat ze leugen, dat ze liegen. Misschien weten ze het zelf niet, maar ik weet het niet. The liar is helping them to believe in his lies. En de duivel helpt je om in zijn leugens te geloven. I will not say anything. En ik zeg niets. Well, not everything that I hear that I must talk about. Want het is niet alles wat ik hoor waar ik over moet praten. Sometimes it just helps me to pray for you. Dan helpt me gewoon om voor je te bidden. That's why I love to listen more. En daarom hou ik ervan meer te luisteren dan te praten. How many of you know that it's good to listen? Wie weet dat het goed is om te luisteren. Amen. If I see people that sing too much. Als ik mensen zie die te veel zingen. That sing. Die te veel zondigen. I can know the amount you reach the talk.
Dan weet ik ook hoeveel ze praten. Dat is in de Bijbel. Dat is in de Bijbel. Dat is in het boek van Jim. Het boek van Jacobus. Most people that talk too much. Mensen die te veel praten, they also sin too much. Zondigen ook te veel. Ik denk dat ik een message tonight. God be writing about it now. How many of you are following? En wie volgt de Daily Manna? Het gaat over de tong. Deze hele maand gaat het over de tong. En dan ga ik die boodschap vanavond schrijven. Maybe next month I'll be writing about washing. En misschien volgende maand ga ik het hebben over aanbidding. We should learn. We moeten leren. To take charge. Om actie te ondernemen. To take action. En controle te nemen over die situatie. When you go home today. Dus als je vandaag naar huis gaat. Our time is finished. Want onze tijd is voorbij. Start practicing what you have heard. Begin dan toe te passen wat je hebt gehoord. How do you know you are operating in that mind when you dig? When you dig? Action. When you dig? Action. So when the thing is happening up here, then you are saying, I don't know. Now, who is ruling you? En als iets je overkomt in je gedachten, ja, ik weet het niet meer hoor. Who is ruling you? Wie regeert je dan? Talk to me. Satan. Who is ruling you? My Lord. You don't understand what is going on. Je begrijpt niet wat er gebeurt. You don't understand me a bit. Als je maar een beetje mij begrijpt. I understand you. That's why I tell you, take action. Ik begrijp je wel, maar onderneem actie. I'm not talking about action. Power or action faith or Christian action faith. I'm telling you, take spiritual action. Ik heb het over dat je geestelijke actie moet ondernemen. Now, action is not because you shout. Een actie is niet dat wat je schreeuwt. I don't know how to teach the people the word of God. En ik weet niet hoe de mensen. I can just in the house. I can look at my child. Yeah, just. Ik kan naar mijn kind kijken in huis en mijn kind pas gaan. Just by looking. Alleen als ik er naar kijk. He knows what he's doing is wrong. Hij weet wat hij doet. I can give the kind of a spiritual look he checks out. En ik kan de duivel ook een geestelijke blik geven dat hij weet van oké, ik kan because niet doen. Want hij weet. If I'm not fellowshipping with you, what do we have to talk about? Als ik niet een relatie met je heb, dan waar moeten we het over hebben? Nothing. Niks. Get out. Eruit. It's done. Het is klaar. And the thing to left. En het is ook weg. Put it in practice. Breng het in praktijk. You will sense the first time that you are doing it is like a fight. De eerste paar keer is het een gevecht. But you know our problem? We give up quick. Press. We geven te snel op, maar je moet doordrukken en doorzetten. Press. Doordrukken. When he came to Jesus, Jesus quote the scripture. Came to Jesus, Jesus quote the scripture. The third time Jesus said, "Get thee behind me, Satan." En toen Satan Jezus probeerde te verleiden. Een paar keer heeft Jezus het woord geciteerd, maar op een gegeven moment zei Jezus: ga achter mij vandaan, Satan. Somebody lift up your hand. Iemand heeft uw handen op. It is your time for miracle. Het is uw tijd voor wonderen. It is your time for manifestation. Het is uw tijd voor manifestatie. I really sense. En dat ervaar ik. That somebody have entered another season. Dat iemand een ander seizoen is binnengegaan. It is your time for miracle. Het is uw tijd voor wonderen. All that oppressing thoughts. Al die verdrukkende gedachtengangen. All that spirit of depression. Al die geesten van depressie. All that suicidal thoughts. Al die gedachten van zelfmoord. All that things that tell you are good for no use. Al die gedachtengangen die zeggen je bent goed voor niets. The day is come. De dag is gekomen. Where you are putting those thoughts. Dat je die gedachten. To where it belongs. Waar het hoort. And you are sending it back. En je stuurt het terug. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Ik breek every oppressing spirit. Depression. Release. From the pit of hell. From the pit of hell. Against my life. Against my life. Arrest that spirit. I lay the ash. I lay the ash. At the roots. At the roots. As you came to you, Satan. Get out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I take this thoughts. I take this thoughts. Captive. Captive. Into obedience. Into obedience. To the voice of Christ. Right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Satan.
Say, I declare, that the mind of Christ, is ruling, and dominating me. That the mind of Christ, is ruling, and dominating me. I declare, Satan, you are not in control. Jesus is in control over my spirit, over my soul, over my body. In the name of Jesus. Say attack every confusion. Release. Against me. Yes. Attack it. In the name of Jesus. Say, Father, thank you. For absolute victory. Thank you for a disciplined mind. Thank you for a sound mind. Thank you for a peaceful mind. Thank you for a pure mind. Thank you for a 100% clean mind. Thank you for 100% clean mind. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray for you that you will not just be hearers of this word, but you will be doers of this word. And I pray for you that as you begin to exercise your faith in God, in you, you begin to take authority. Let the Spirit of God so much overtake you that you will not even be conscious of what is happening. But your will will so much be consummated by the will of God that you will be taking actions, specific actions with purposes, producing results. And Lord, I thank you for your mighty right hand over your people. I thank you, Lord, that your time of victory is come. And I thank you, Lord, oh God, for giving us the spirit of grace in the place of every garment of heaviness. And I thank you, Lord, that this is our time, that we are praising you into our victory and manifestation. In the name of Jesus, and Father, we worship you. In Jesus' name, we pray with thanksgiving. Amen.